Ik loop hier op de Veluwe en uiteraard is dit een gebied waar je vrij kunt wandelen en genieten van de natuur. En in deze omgeving zijn er plekken beschikbaar gesteld waar mensen begraven kunnen worden. Initiator hiervan is Natuurbegraven Nederland. En van die organisatie spreek ik zo meteen met Judith. Judith, het begrip natuurbegraven hoor ik de laatste tijd geregeld voorbij komen. Ja. Maar kun je me vertellen wat dat nu eigenlijk inhoudt? Ja, graag. Natuurbegraven houdt in dat men echt bewust kiest voor het begraven in een natuurgebied. Natuurbegraafplaats Heidepol, dat is een van de eerste begraafplaatsen waar het mogelijk was om begraven te worden in een natuurgebied. Men kiest er bewust voor omdat hier ook de eeuwige grafrust is. En op het moment dat je de eeuwige grafrust hebt, dan behoud je dus altijd de natuur. En dat is natuurlijk geweldig om dat in Nederland te kunnen verwezenlijken. Ja. En is dat dat het lichaam opgaat in de natuur, is dat ook de reden waarom het zo populair aan het worden is? Ja, mensen zien echt de winst voor de natuur en willen gewoon ook heel graag teruggegeven worden aan de natuur. Hm. En dat hoeft helemaal niet zweverig of zo te zijn, maar gewoon ja, een beetje de cirkel is dan rond. En dat is waarom heel veel mensen daarvoor kiezen. En kun je in grote lijnen vertellen hoe het proces van het begeleiden van mensen hier aan toe gaat als ze geïnteresseerd zijn in een graf? Ja, zodra we dat weten, we vertellen over de natuur, et cetera. We hebben het over het gedenkteken, wat de enige markering op het graf is. En daarna gaan we met de landmeter wandelen. En mensen kiezen dan buiten op gevoel een plek uit. En dan gaan we kijken of dat graf dan nog beschikbaar is. En het graf is uniek door de coördinaten die daarbij horen. Mm. En dat wordt later ook verwerkt in de grafakte. Ja, wauw. En het gebeurt allemaal uiteraard in het natuurgebied hier zo. En ja. Daar kan Bob me over vertellen. Absoluut. Ja. Hij is de natuurbeheerder van Heidepol. Ga ik daar voorheen. Ah, Bob, je hebt een mooi kantoor, man. Ja, dankjewel. Dat is inderdaad een mooie werkplek hier. Ja, want jij bent natuurbeheerder. Kun je vertellen wat je werk nu eigenlijk inhoudt? Ja, als natuurbeheerder is het eigenlijk heel divers. En zeker in dit gebied, want hier wordt ook mensen begraven. Dus hier ben je ook bezig met begraven mensen en zorgen dat het op de goede plekken komt. Ja. Maar als natuurbeheerder ben je vooral bezig met het zorgen dragen dat het natuurbeheerplan goed uitgevoerd wordt. Ja, en dat natuurbeheerplan, wat is dat? Het is een visie die we hebben. Die is opgesteld toen we hier 10 jaar geleden begonnen. En wat we nu willen is eigenlijk naar bloemrijke graslanden waar veel meer insecten op afkomen. En een divers bos met allemaal verschillende soorten inheemse boomsoorten. Ja, dat is eigenlijk de natuur versterken als het ware. Juist. Mooi man. Moet er nog veel gebeuren? We zijn goed op weg. En is het nou ook iets wat je meer zou willen zien? Dit soort... Ja, graag. Kijk, een natuurbegraafplaats is echt bijzonder. En dat is wat we ook alle Nederlanders gunnen. Een mooie plek in de natuur. En dat we dat samen met Natuurbegraven Nederland en natuurmonumenten kunnen realiseren in elke provincie. Hier op Heidepol hebben wij geen bosplekken meer, geen bosgraven meer. Wel in het open veld, ook prachtig. Natuurbegraafplaats Landgoed Mokerheide bij Nijmegen, ook hier in de regio. Daar hebben ze nog wel prachtige bosplekken. Hmm. Maar dat is zeg maar wat we willen voor alle Nederlanders. En op deze manier de natuur behouden en meer natuur kunnen creëren. Ja, een plek waar je rust kan vinden ook. Ja, in de natuur. En eeuwige grafrust. Ja. Dankjewel en succes. Ja, dankjewel.